Goedendag Bart Beusaert van Bank Nagelmakers. Wat is het nieuws dat we vandaag hebben? Wel, ik zou vandaag graag de lancering van de nieuwe creditcard aankondigen, de Mastercard World Elite. En eigenlijk kadert dat in een programma dat we begin dit jaar hebben gelanceerd, het Nagelmakers Loyalty Invest Program. Dat het doel heeft om de cliënt echt een volledige experience te geven. En dus niet enkel, hij kan bij ons niet enkel terecht voor zijn bankaire zaken. We proberen echt een brede service te bieden die gaat van beleggen tot en met betaalmiddelen. En deze kaart kadert in dat programma. Wat zijn de verschillen met klassieke kaarten? Wel, in eerste instantie mikken we met deze kaart op een andere doelgroep. De kaart is beschikbaar voor mensen die 1 miljoen euro of meer bij ons beleggen. En de kaart is helemaal afgestemd op de behoeften van die doelgroep. Zo zit er een personal assistant service op. Via de kaart kan men verjaardagspartijtjes organiseren, kan men vergaderingen boeken, hotels boeken en dat soort dingen. Daarnaast willen we die mensen ook uiteraard een goede ervaring geven als ze zitten te wachten op hun vliegtuig. Ze hebben toegang tot airport lounges met de kaart. En er zijn een heel aantal verzekeringsdekkingen die volledig afgestemd zijn op de behoeften van dat cliënteel. Is deze kaart dan exclusief in België? Nee, het is niet exclusief. We zijn de derde bank die ze aanbiedt, maar ze is bij ons wel toegankelijker dan bij de andere banken. Meestal kan je deze kaart pas krijgen vanaf een belegd vermogen vanaf 4 miljoen euro. Bij ons kan je dus instappen vanaf 1 miljoen euro. En vanaf wanneer is deze kaart actief? We zullen de kaart lanceren op 1 november. Dank u wel voor uw bijdrage.